When do you go back to your own country? I don't think so, bro. Yeah, I won't come back to Tunisia if I have paper here. Yeah. But what will you do there? Like holiday or will you go back there to live? I come back to Tunisia, I come back to Ireland, no problem. It's too. Because Europe is better for Africa, you know. Thierry, jij bent partijleider van de FVD. Nou, we zien net op de itemvideo allerlei asielzoekers of migranten zeggen dat ze een auto willen hebben, ze willen een huis, ze gaan ervan uit dat ze hier ook kunnen blijven. Waarom denk je dat ze ervan uitgaan dat dat allemaal geregeld gaat worden voor ze, of dat het mogelijk is voor ze? Nou, omdat het mogelijk is. Dat is eigenlijk de reden. Dus de situatie is in Nederland zo dat als je eenmaal in die procedure komt en je krijgt een bepaalde erkenning of je komt met een verhaal, dan in de praktijk wordt eigenlijk niemand wordt naar huis gestuurd. Dan duurt het langer en dan gaan ze weer in een hoger beroep en dan komt er weer een generaal pardon. Dus ze weten gewoon, dit is heel lucratief, is heel aantrekkelijk. Je krijgt voorrang op de woningmarkt, je krijgt inderdaad een leefgeld, je krijgt allerlei mogelijkheden. En ja, ik begrijp dat ook. Ik neem het zo ook in zekere zin niet kwalijk. Ik snap dat je het zo redeneert. Ik wil ook een huis en een auto. Alle mensen willen natuurlijk het beste voor zichzelf, voor hun kinderen. Alleen de vraag die wij ons moeten stellen is Nederland er voor de hele wereld? Of zijn wij er in eerste plaats voor de Nederlanders? En moeten we denken dus aan ons nationale belang? En dat wordt natuurlijk hier niet mee gediend. En wat, als je die vraag zelf zou moeten beantwoorden, want het is natuurlijk interessant inderdaad, waar kies je voor? Ja, nou, de mensen die aan de macht zijn in de westerse wereld, die zien het zo dat Europa dient zichzelf op te offeren voor de rest van de wereld. Dat is een overtuiging sinds 1945 in de elites in de westerse wereld. En waar blijkt dat de dominante opvatting? Bijvoorbeeld dat blijkt bijvoorbeeld uit Frans Timmermans, die zegt Europa zal divers zijn of niet zijn. Het idee dat het taboe is om te zeggen dat dit een dominant blank werelddeel was of is of zou moeten zijn. Dat mag allemaal niet meer. Het hele idee dat er zoiets zou bestaan als een light cultuur, een de dominante cultuur die wij zouden mogen willen beschermen, dat wij een volk zouden zijn wat zijn bestaansrecht heeft, wat zichzelf zou moeten kunnen continueren. Dat is allemaal taboe verklaard en dat wordt actief bestreden als je dat dus als standpunt huldigt. Dus zij willen het omgekeerde. Hoe wordt dat bestreden? Nou, doordat je allerlei scheldwoorden meteen op je geplakt worden. Je bent een racist, je bent een nazi, je discrimineert, je bent niet tolerant, je bent een vreemdelingenhater. Er wordt van alles nog wat op je geplakt. Dat is helemaal volgens mij het punt niet. Ik heb niks tegen deze mensen. Ik snap heel goed dat zij dat denken. Dat ze denken, ja, waar krijg ik een beter leven? Natuurlijk. Maar de vraag is, willen wij dus op een gegeven moment dat Europa verdwijnt dan? Hè? Dat noem je omvolking, de Nederlander verdwijnt. Dat is het punt. Dat wij onze beschaving, onze cultuur, onze manier van leven niet kunnen handhaven als wij tegelijkertijd de grenzen open laten staan en dit soort aantallen mensen binnenlaten. En dit is natuurlijk al decennia aan de gang, maar het blijft doorgaan. En die fundamentele vraag, die gaat men uit de weg door allerlei detailpuntjes eruit te pakken. En dan weer gaat het over die ene groep en dan weer is dat zielig en dan weer een generaal pardon voor dit en voor zus en zus en zo. En elke keer is het 10.000, 20.000, 30.000. Maar als je het optelt, dan ben je gewoon bezig om de bevolkingssamenstelling van Europa, van de westerse wereld, zo dramatisch te veranderen dat onze manier van leven zal verdwijnen, zal veranderen. Dat het hele economische stelsel, sociale stelsel, dat kan allemaal niet meer blijven bestaan. En de dus politiek is er supergoed in om door dingen mensen hier naar binnen te halen die een andere cultuur hebben, een andere achtergrond, verdwijnt eigenlijk het Europa zoals we dat kennen. Ja, en je kunt het, dit is een fundamentele punt, maar je kunt het ook praktisch zien. Kijk, het betekent gewoon dat Nederlanders geen woning kunnen krijgen. Dat betekent dat Nederlanders niet aan een gezin kunnen beginnen. Dat betekent dat Nederlanders zich niet of veel minder kunnen gaan voortplanten. Dus je bent ook eigenlijk bezig gewoon puur, je bent een antinatalistische bevolkingspolitiek aan het voeren. Je geeft voorrang aan woningen aan immigranten. Nederlanders kunnen dus geen gezin beginnen. Of veel minder makkelijk. En dus zul je zien dat de oorspronkelijk Nederlandse bevolking, die valt weg, die wordt minder. En er komt een andere bevolking voor in de plaats. Ja, dat is een politieke keuze. Ik wil heel even keuze naar Amira. Amira, jij bent advocaat en bent ook gemeenteraadslid voor FVD in Sittard-Geleen. We spraken het net natuurlijk al met Thierry. Hè. We zien asielzoekers voor onze camera zeggen dat ze naar Nederland komen omdat ze hier alles krijgen. Nou goed, ja, je kunt ze dat niet echt kwalijk nemen. Hoe denk jij daarover?
Nee, ik neem ze absoluut niet kwalijk. Kijk, iedereen zou zijn leven beteren als ze de kans krijgen. En als je dan weet dat je hier in Nederland gratis geld, een gratis woning, ook gratis zorg kunt krijgen, vind ik het helemaal niet vreemd dat ze deze kant uitkomen. Wat ik wel vind, is dat je het onze politici kwalijk kunt nemen. Niet alleen onze politici die dat beleid in stand laten, maar ook de mensen die dat ondersteunen. Want het is natuurlijk heel makkelijk, hè, om barmhartig te zijn. Hè, te zeggen van nou, kom maar allemaal hier naartoe. Wij faciliteren dat, dan heb ik een goed gevoel over mezelf. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is mensen willen graag eigenlijk aan een goed doel geven, maar wel met de portemonnee van de buurman. Op het moment dat mensen zouden zeggen, nou, ik ben voor asielzoekers, ik haal ze zelf naar Nederland, ik zorg voor huisvesting, ik sta garant voor alle betalingen, alles wat er eventueel mis kan gaan, dan zou ik daar wellicht nog wat minder bezwaar tegen hebben. Maar nu is het, ze willen eigenlijk hun ego strelen, maar wel op kosten van de samenleving. Ja. Wat merk je nou echt persoonlijk van die asielcrisis? Kun je wat voorbeelden geven? Nou, wij hebben toevallig in de gemeente Sittard-Geleen onlangs gisteren nog een debat gehad. De burgemeester heeft namelijk eenzijdig besloten dat er 300 asielzoekers uit Ter Apel worden overgeplaatst naar de gemeente Sittard-Geleen. Eenzijdig, dat betekent dat hij dat meedeelt aan jullie tijdens zo'n raadsvergadering van er komen er 300? Niet eens tijdens de raadsvergadering. Ik heb de raadsvergadering moeten afdwingen. Dus de burgemeester die heeft gewoon op 10 mei een brief gestuurd. Er komen 300 asielzoekers naar de gemeente. Eenzijdig besluit, jullie kunnen er niks aan doen, maar we hebben wel informatiebijeenkomsten. De burgemeester heeft dat onbevoegd gedaan. Dat is gisteren tijdens het debat is dat ook door andere partijen erkend. Hè, dat ze op zijn minst allemaal erkennen van nou, er is twijfel over de bevoegdheid van de burgemeester. Enige die er anders over dacht, dat was natuurlijk D66. Maar de consequentie is nou dat de gemeenteraad het eigenlijk gaat toedekken. Dus ze zeggen van nou, het is al in gang gezet. Dus we gaan maar een raadsvergadering, komen wel met een raadsvoorstel. En dan gaan we dan alsnog beslissen om dit te doen. En dan is de meerderheid voor en dan komen ze. Maar dat klinkt niet echt democratisch. Nee, het is een ongekozen burgemeester. En wat het nog meer ondemocratisch maakt, hè, kijk, hij heeft allereerst de bevoegdheid niet. Als hij erop wordt gewezen, beantwoordt hij niet de vragen. Het college doet er ook geen onderzoek naar. Zij verwijzen naar de VNG, terwijl de Raad van State en adviezen van de Raad van State heel helder zijn. De burgemeester is alleen maar bevoegd binnen de gemeente. Maar wat daar ook heel schrijnend aan is, er zijn, dat die opvang die komt op een bedrijventerrein, maar op een steenworp afstand van een aantal woonwijken. En al die inwoners van die woonwijken die zijn niet welkom op de informatiebijeenkomsten. Dus er is geen debat, ze mogen niet inspreken, ze kunnen nergens het debat waarnemen. En dan zijn ze ook nog niet welkom voor informatie. Wij hebben wel een debat afgedwongen, die heeft gisteravond plaatsgevonden, is ook druk bezocht. Maar ja, helaas hebben we niet het gewenste resultaat kunnen bereiken. Ja. Zal ik eens vertellen hoe dit komt? Waarom dit soort dingen gebeuren? Dat is omdat we nu helemaal klem aan het lopen zijn. Thierry hield hem wat abstract op macroniveau, wat groter niveau, de ontwikkeling voor. Maar in gemeenteland, we zijn alle twee gemeenteraadsleden, zien we nu die gevolgen. En wat zijn die gevolgen? Om het eventjes scherp te krijgen. Gemeenten moeten nu al verplicht statushouders huisvesten. Dus dat zijn asielzoekers die een status hebben gekregen, een tijdelijke verblijfstatus. Dat ging in 2015, toen al die Syriërs kwamen, ging dat nogal prima. Want er waren nog wat buffers. We konden AZC's inrichten, er waren nog wat woningen. Nu niet meer. Dus we zien dat dit jaar, 2023, Trouw heeft daar ook een artikel van gemaakt, voor het eerste jaar is waarbij gemeenten bij lange na niet kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichting om statushouders te huisvesten. Dat betekent, en dat is niet zomaar, oh, dat is een bestuurlijk dingetje, dat red je dan niet, en dan gaat de provincie het overnemen van gemeenten. Nee, dit is wat er gaat gebeuren. De hele asielketen gaat nog veel verder vastlopen, want al die mensen die of die statushouders die dus geen huis krijgen, die blijven in de AZC's zitten. Daardoor worden de AZC's bomvol. Gaan we te maken krijgen met dat mensen ook weer op straat of buiten, of in tenten, hoe zal het in Ter Apel ook weer, moeten gaan slapen. Dat is allemaal heel schrijnend. Maar die hele asielketen zit vast. Niet omdat we niet willen, maar vriend en vijand is het er inmiddels bijna over eens. Het kan niet meer. De huizen zijn er niet. De plekken zijn er niet. Om nog maar te zwijgen over de gevolgen ook voor onze eigen bevolking. En als ik nog één ding mag zeggen, laatste zin. Ik ben best voor opvang, ook voor barmhartigheid, ook om kleinschalig ook vluchtelingen te kunnen opvangen. Zeker als het ook in een soort van eigen regio gebeurt, vind ik prima. Maar dat gaat niet over deze aantallen. En dit ondermijnt ook het draagvlak wat er onder de bevolking is om ze op te vangen. Want als er inderdaad situaties gebeuren zoals jij net schetste, ja, dan is de bevolking niet meer voor. Dan voelen mensen zich niet meer serieus genomen. Ja. Dat dreigt heel kwalijk. Het is nogal wat, hè, als dat inderdaad verplicht wordt, als gemeenten verplicht worden om asielzoekers op te nemen. Dat gaat veel gevolgen hebben voor Nederlanders. Spreidingswet. Wij waren daarom ook heel erg benieuwd wat Nederlanders daar nou eigenlijk van vinden. Hè. Moeten we asielzoekers blijven opvangen? We gingen daarom de straat op en peilden de meningen. Moeten we asielzoekers blijven opvangen? Die mensen hebben het ook moeilijk. Maar er is op een gegeven moment een plafond. De problemen zijn helder. Maar we hebben in eigen land natuurlijk ook al voldoende problemen. Dus ja, wat mij betreft kunnen we wel wat schuiven hier en daar. En aan onze eigen woningnood ook al werken. Ja, vind ik wel.
Ja, die hebben er net zoveel recht op als wat wij hebben. Mensen hebben ook kinderen, gezinnen die onderdak eten en ja, alles nodig hebben. Nee, dat is toch de hele tijd de discussie, dat er heel veel mensen hierheen komen, die eigenlijk in Griekenland, Italië aankomen en dan denken, nou, ik heb het nog wat beter in het noorden. Ja, Tom, zijn dat verhalen die je ook vaak hoort? Dus inderdaad wat deze meneer net zegt, ze komen in Griekenland, Italië aan, maar denken Nederland of het Verenigd Koninkrijk is eigenlijk wel beter en ik ga door. Ja, en daar spreekt ook de asielstaatssecretaris Erik van den Burg over. Zogenaamde voorzieningen, mensen die op de voorzieningen afkomen, dat we het hier beter hebben. Ja, en ook Europees is het allemaal niet goed geregeld. Want je hebt een verdrag van Dublin dat je asiel moet aanvragen in het eerste Europese land waar je komt. Gebeurt allemaal niet. Die mensen reizen gewoon door. En in Italië gaan ze de mensen ook echt niet tegenhouden. Want ja, daar komt iedereen binnen. Dus dat zorgt voor heel veel schrijnende gevolgen. Want wij kunnen vervolgens de mensen ook weer moeilijk terugsturen, omdat onze voorzieningen hier beter zijn. Dat heeft staatssecretaris Van den Burg vorige week bij WNL verteld. Hoe zit dat nou precies dan? Dus ze komen hier naartoe omdat we hier meer supermarkten hebben en gezondheidszorg, maar daarom kunnen we ze ook niet terugsturen. Is dat wat hij bedoelt? Ja, de rechter heeft gezegd dat we naar een heel aantal landen, ook binnen Europa, België, Denemarken, Griekenland en Italië, dat rijtje noemde Rick Niemann, de presentator, dat we daar ook gewoon mensen niet terug naar kunnen sturen. Ja, en dan gaat de staatssecretaris wel weer praten in Europa. Maar er wordt al sinds 2015 gepraat over dit probleem. De grenzen worden niet bewaakt. Dat moet je doen om ook barmhartig te kunnen zijn aan de mensen die je wel wil helpen. Ik benadruk het nogmaals. Dat is ook iets moois wat je zou kunnen doen. Maar dat wordt allemaal om zeep geholpen door dit destructieve beleid. We krijgen de mensen niet meer weg. Bijvoorbeeld mensen die uitgeprocedeerd zijn en terug moeten naar Algerije. Algerije zegt, ja, we nemen ze gewoon niet op. Dus alle Algerijnen die ook vaak overlast veroorzaken, want we mogen ook eerlijk benoemen wat er gebeurt, ja, die krijgen we gewoon niet weg. En dan gaat de staatssecretaris gaat even praten. De coalitiepartijen gaan even bij elkaar zitten en even praten. Ja, we hebben goede discussies gehad, het heeft vooral tijd nodig. Terwijl we met een acuut probleem zitten en onze bestuurders lossen het gewoon niet op. Ja, wellicht onze leden ook de vraag voor, moeten we asielzoekers blijven opvangen? En dat gaf de volgende uitslag. 94% vindt dat we daarmee moeten stoppen en slechts 6% wil daarmee door. Nou, enkele leden gaven ook nog een toelichting bij hun antwoord. Ja, zegt David, maar alleen echte asielzoekers en uitsluitend tijdelijk. En laat mensen werken voor hun geld, want er is werk zat. En nee, zegt Ferdinand, Nederland is een van de kleinste en dichtstbevolkte landjes ter wereld. Het is bijzonder dom en zelfs gevaarlijk om massa-immigratie toe te laten. Ja, Thierry, het is zelfs gevaarlijk om massa-immigratie toe te staan. Ben jij het ermee eens? Ja, nou ja, de samenleving wordt er niet veiliger door, wordt er niet gezelliger door. Het is ook uitgebreid onderzocht door het Renaissance Instituut, het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie, wat de kosten zijn en de baten van immigratie. Wordt wel vaak gezegd, ja, maar je hebt ook economische groei of zo, of arbeidskrachten. Maar, ja, dat is vaak het argument waarom het ook wordt aangemoedigd door partijen als GroenLinks. Hè? Van, we hebben die arbeidskrachten nodig, het zorgt voor goedkope arbeid. Dat blijkt dus dat blijkt gewoon echt van A tot Z kolder te zijn. Dus er is heel veel goede data over. Je ziet dat de massale immigratie van de afgelopen 40, 50 jaar ons land, onze samenleving per saldo honderden miljarden, duizenden miljarden heeft gekost. Ongeveer de totale waarde van alle aardgasbaten uit Groningen hebben wij gewoon moeten betalen om leerachterstanden, culturele problematiek, alles wat erbij komt, hoge criminaliteitscijfers, onveiligheid. Maar zijn we hiermee dan niet bedrogen? Want we zagen net ook in de itemvideo iemand die zegt, nou, ik incasseer eigenlijk mijn verblijfstatus en dan ga ik lekker op vakantie weer terug naar Algerije. Nou, ik denk dat het gewoon een agenda is. Wij beleven de destructie van Europa. Dat is al decennia aan de gang. De elites in onze landen willen dat. Die willen de Europese geschiedenis beëindigen en daar een nieuw soort geschiedenis. Ja, dat is wat je net uitlegde. Dat is de Europese Unie. Dat is de omvolkingsagenda. Dat is de klimaatagenda. Ze willen dat we anders gaan eten. Ze willen dat onze bevolkingssamenstelling radicaal verandert. Ze willen dat onze bestuursvorm radicaal verandert. Dat onze architectuur, onze esthetiek, onze visie op het verleden. Alles moet. Ze hebben een radicale visie. Dat noemen ze transitie. En daar zijn ze mee bezig. En de Nederlandse bevolking en alle bevolkingen in de westerse wereld, die blijven in overweldigende meerderheid stemmen op die partijen. En zolang dat gebeurt, ja, zal dit doorgaan. En ik heb langzamerhand een filosofische houding daarover ontwikkeld. Want ja, je kan er niet altijd maar boos blijven. Ik ben het daar eigenlijk niet helemaal mee eens. Hè. Je zegt van, goh, mensen blijven daar toch maar op stemmen. Maar mensen stemmen ook massaal op de VVD, die iedere keer tijdens de verkiezingen aankaarten, wij willen minder immigratie. Als ik ga kijken naar het stemgedrag van de Nederlanders, dan zijn ze in principe
voor het inperken van de stroom. Ze stemmen alleen op partijen die bepaalde toezeggingen doen en die toezeggingen niet waar kunnen maken. En ik denk dat het probleem vooral is dat politici kennelijk lak hebben aan de burgers of die stem niet lijken te begrijpen. Zij lijken niet te begrijpen wat de Nederlandse bevolking wil, of ze lijken het niet serieus te nemen. Want als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Kaag, die over FVD-kiezers zegt, wie zijn die mensen? Dan heb je dus nooit proberen te verplaatsen in wat gebeurt er eigenlijk en wat is de kritiek. En ik denk dat dat de essentie ook van het probleem is. Dus jij hebt het gevoel dat ze zich überhaupt ook niet verplaatsen in de bevolking? Nee, want als je kijkt naar het stemgedrag, kijk, Thierry heeft natuurlijk wel gelijk, ze stemmen niet op partijen die echt wat willen doen. Maar de meeste partijen geven wel aan dat ze tegen zijn. Dan stemmen ze op de VVD, dan stemmen ze op PVV. PVV wordt uitgesloten, FVD wordt uitgesloten. Maar VVD geeft wel iedere verkiezing aan, wij zijn tegen immigratie. Dus notabene staatssecretaris VVD die dit allemaal weer mogelijk maakt. Precies, dus mensen trappen daar kennelijk in. En ja, het werkt.